sterren. Heer, u leidt ons door de storm. U schijnt feller dan de sterren. Heer, u leidt ons door de storm. U schijnt feller dan de sterren. Ik ben aanvaard, ik ben geliefd.
Goedemorgen, broeders en zusters. Welkom. De voordienst gaan we weer beginnen. 392. Mijn Jezus, ik hou van u. Ik noem u mijn vriend. Want u nam de straf op u die ik had verdiend. De grote verlosser, mijn redder, bent u. Ik heb van u gehouden, maar nooit zoveel als nu. 392. Een vrolijk lied, toon je dank aan de Heer, want zijn liefde eindigt nooit. Aan zijn liefde komt nooit een eind. Prijs de Heer, zing je lofgezang, vertel de wereld van hem. 415. Prijs de Heer, zing je lofgezang.
Mijn Jezus, mijn redder, Heer, er is niemand als u. Laat elk moment al wat ik denk vol zijn van uw liefde, Heer. ...461, juicht voor de Heer, het laatste lied van de voordienst. Mijn Jezus, mijn redder, Heer, er is niemand als u. Elk moment, al wat ik denk, vol zijn van uw liefde, Heer. Mijn schuilplaats, mijn trooster, veilige toren van kracht, adem en stem, al wat ik ben. Zo, goedemorgen allemaal, welkom. Fijn dat jullie er allemaal zijn. Het is denk ik niet vanzelfsprekend dat we hier zitten, al voelt dat misschien wel zo. Dus ik dacht, misschien is het goed om tegen elkaar te zeggen dat het
Fijn is dat je er vanmorgen bent. En het is misschien goed om bij de luisteraar te beginnen. Dus ja, fijn dat je luistert. Fijn dat je de moeite hebt genomen om je computer aan te zetten en te kijken naar deze dienst. Dus ik zou zeggen... Nou, de voorganger vandaag is Harro Potgieter. En we gaan eerst samen zingen. Opwekking 847. En dat is: er is hoop die groter dan de dood is. Schuilplaats is God, tot aan die dag, dan
Zo, ik wil voorgaan in gebed en er is vanmorgen vrijheid van gebed. Dus. Heer God, lieve Vader in de hemel, dank u wel dat we deze morgen hier mogen komen om te luisteren naar wat u te zeggen hebt. Dank u wel daarvoor, dank u wel dat we dat mogen doen, ook al voelen we ons misschien terneergeslagen of verdrietig. Dat mag en daarom is het ook fijn dat we hier mogen zijn, dat we elkaar hebben om te luisteren naar u, om voor elkaar te zijn. Ik wil u danken dat we met zoveel mensen hier zijn. Ik wil ons daarvoor verootmoedigen. Ik wil u ook vragen, wilt u bij Harro zijn als die voorgaat? Wilt u met zijn geest in hem wonen, zodat hij uw woorden spreekt? Wil u vragen, wil u een gezegende dienst geven? Dat bidden we in Jezus' naam. De bekendmakingen van vandaag zijn de collecte. Van vorige week voor de plaatselijke kas was €178,50. En voor de activiteiten was dat €148,80. Allemaal bedankt ervoor. Vandaag zijn er ook twee collectes. De eerste is voor de plaatselijke kas en de tweede voor de activiteiten. Nou, de activiteiten zijn dinsdagavond is de Bijbelstudie met Frank Ouweneel. BBB 28, actieve Bijbel zelfstudie. Vrijdagavond is een koffiebar en de aanvang is om 8 uur. 24 maart is een sing-in met Henk Steen en band, aanvang om 7 uur. En 14 april is er weer de volgende, schuif gezellig aan. En daarvoor mag je ook iemand uit je buurt meenemen of een kennis die niet in aanraking met geloof geweest is of wel. Maakt niet zoveel uit, denk ik. Als het maar gezellig is, toch?
Nou, dan gaan we zingen opwekking 436 en dat is het Onze Vader. En onder dit lied is de collecte. Onze Vader. Verjaardagen. En ja, dan mogen de kinderen nu zingen.
Goedemorgen, beste broeders en zusters. Ik wil u allemaal groeten in Jezus' naam. Ook de luisteraars, fijn dat u bent afgestemd. Dat u met ons meekijkt en vooral ook luistert. Ja, hier komen, dat is tegenwoordig, Gerrit zei het ook al zo mooi, van automatisme is natuurlijk altijd een heel verkeerd woord, gewoon. Ik dacht er net ook even na, het is ongewoon dat we eigenlijk zijn. Dus we vragen van, hoe zit dat dan? Kijk, wij zijn heilig, wij zijn apart gezet. Veelal in de minderheid zo werelds gezien. Er zijn natuurlijk vele getallen, dus één Jezus Christus. Het is altijd weer heel bijzonder dat we hier ook mogen zijn. En dat is ook een bruggetje, ook verlengend ook naar het thema. Gaat vanochtend ook, het thema is, staat ook in mijn Bijbel, ik heb het overgenomen, hoop, geloof en liefde. Dat is vanochtend het thema ook, want al die drie hebben wij ontzettend nodig. Daar kunnen we niet zonder. En ik werd hier ook, dat verschilt een week of twee, werd ik er ook zo bij bepaald van, dit heb jij en de gemeente, wij allemaal hebben dat ook nodig. Want geloven in deze tijd is hartstikke moeilijk. Er wordt ook veel over gezegd. In de gebeden ook. Vanochtend, om het zomaar even te zeggen, eerbiedig achter, hoorden we dat dan ook in het gebed. We horen in de samenkomsten. Maar ook met mensen om ons heen. U spreekt ook wel mensen wellicht. Nou, van de week was er ook een keer. Sprak ik ook iemand, die heb ik ook al jaren eigenlijk niet gezien. En dan is dat zo'n bekend praatje van, dan kom je bij diegene en visite van, hoe is het met je? Heb je elkaar heel veel te vertellen. Maar goed, die gelooft al een jaar of 25. En we kregen ook direct over het geloof. Dat gaat soms ook zo. Het is niet zo dat ik binnenkom en met een bordje van, vanavond wil ik erover hebben. Verre van dat. Dat gaat zo, want dat is blijkbaar nodig. Maar goed, dan geloof je 25 jaar, hele moeilijke tijd. En zeg, Haro, ik vind het hartstikke moeilijk. Ik vind het hartstikke moeilijk om dat nog zo te doen. En hij gaat ook op wel, maar ik bedoelde maar zo mee te zeggen. Dan kun je jaren geloven. En vanochtend is ook gebeden, want
wat hebben we toch allemaal zijn voeding ook nodig. Zijn boodschap inderdaad ook van hoop, geloof en liefde. En als je dan ook met die mensen bent, en dat hebben we allemaal, dat we die mensen ook bemoedigen. Niet dat wij beter zijn, dat wij veel meer voller zijn van de dingen. Want vanochtend gaat het ook over de volheid ook van de Heilige Geest. De volheid ook van het geloof. Maar dat we elkaar ook kunnen bemoedigen. Paulus zegt dat ook zo mooi over de broeders en natuurlijk ook over de zusters. Of Peter, zo was dat. Versterk elkaar dan. Ook als ik hier niet ben, versterk elkaar. Nou, dat is ook die ene die hier heerst. En misschien thuis vindt u het moeilijk om op te gaan door fysieke, mentale problemen, wat dan ook. U bent altijd van harte welkom. Maar het is zo belangrijk om deze roerige tijd om elkaar aan te vuren, ook in goede werken. Want geloof, je hebt vaak wel stafwoordjes, maar dat zeg ik ook heel vaak, betrap ik mezelf op en er is niks mis mee. Maar geloof is geen half werk dat je er even bij doet. Dus zo kunnen we elkaar ook weer bemoedigen en ook de mensen om ons heen. Want we zijn zeker in de minderheid, maar als wij zwak zijn, zijn wij sterk. Want met hem zijn wij meer dan diegene die ook in de wereld is. Dus ik werd zo bepaald bij de eerste brief van Petrus. Het eerste hoofdstuk en dan vanaf vers 3 tot en met 12 is dat. Ja, dat gaat nog een hele stuk door en dat zijn ook heel veel praktische zaken ook, maar u weet het, dan zitten we hier en dan staan we hier nog tot in de middag. En dat doen we misschien een andere keer bij een bijbelstudie, et cetera, et cetera. Dus de eerste brief van Petrus, hoop, geloof en ja, en die laatste, ik kan ook niet zeggen van het is allemaal belangrijk, ze zijn ook allemaal één belangrijk, maar wat is de liefde in deze tijd zo nodig? En hij begint fantastisch. Geloofd zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, die ons naar zijn grote barmhartigheid door de opstanding van Jezus Christus uit de doden heeft doen wedergeboren worden tot een levende hoop, tot een onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkelijke erfenis die in de hemel weggelegd is voor u, die in de kracht Gods bewaard wordt, door het geloof tot de zaligheid, welke gereed ligt om geopenbaard te worden. In de laatste tijd, verheugt u daarin, ook al wordt gij thans, indien het moet zijn, voor korte tijd door allerlei verzoekingen bedroefd, opdat de echtheid van uw geloof, kostbaarder dan vergankelijk goud, dat door vuur beproefd wordt, tot lof en heerlijkheid en eer blijken te zijn bij de openbaring van Jezus Christus. Hem hebt gij lief, zonder hem gezien te hebben. In hem geloof gij, zonder hem thans te zien. En gij verheugt u met een onuitsprekelijke en verheerlijke vreugde, daar gij het einddoel des geloofs bereikt. Dat is de zaligheid der zielen. Naar deze zaligheid hebben gezocht en geforst de profeten die van de voor u bestemde genade geprofeteerd hebben, terwijl zij naspeurden op welke hoedanige tijd de geest van Christus in hen doelde, toen hij vooraf getuigenis gaf van al het lijden dat over Christus zou komen en van al de heerlijkheid daarna. Hun werd geopenbaard dat zij niet zichzelf, maar u diende met die dingen welke u thans verkondigd zijn bij monden van hen, die door de Heilige Geest, die van de hemel gezonden is, u het evangelie hebben gebracht, in welke dingen zelfs engelen begeren een blik te slaan. Nou, moet nagaan, meestal begin ik vooraan, maar ik had zoiets van, die door de Heilige Geest, die van de hemel gezonden is, u het evangelie hebben gebracht, in welke dingen, moet nagaan, jaloersheid, zelfs engelen begeren een blik te slaan. Dus als je dan omdraait, dat ik ook zei eigenlijk in inleiding, automatisme eigenlijk never, nooit, een verlangen zeker. En dat het evangelie wat ons is gebracht, kijk, het evangelie is in ieder
gebracht. Hè? Mij, een oud collega, dat weet u dat verhaal, gewoon in een groter magazijn al, brengt het evangelie. Evangelie is ook natuurlijk door het horen ook van het woord. En iedereen die kan hier wel staan, ik ga u niet uitnodigen, echt niet hoor, maar dat we één voor één een getuigenis hebben van, maar het evangelie is mij zo gebracht. Met de huiskringer, hè? Laatst had Gerrit ook nog een getuigenis, hoe dat bij hem ging. Dat is hartstikke mooi dat je dat ook van elkaar weet. Maar zo gaat het evangelie dus ook rond. Elke keer weer die blijde boodschap. En iedereen heeft daar wel een verhaal over. En als je een verhaal ook vaak vertelt, het is ook vaak de dingen wat je ook beleeft. En ook vooral het evangelie. En ik denk dat we allemaal ook wel die tijd terug kunnen draaien, zeg maar. Dus die herinnering voor ons kunnen hebben. Dat we denken van, ah, maar toen. En dat hoeft ook geen datum te zijn of tijd. Maar omstandigheden dat je kunt zeggen van, maar toen, door die broeder of zuster, door die omstandigheid, door welke externe factor dan ook, ik heb het evangelie, heb ik gehoord. En ik heb me laten dopen en de handen zijn me opgelegd en ik heb de Heilige Geest ontvangen. Want waarom is het dan ook zo dat mensen ook allemaal veranderen? Hè? En bij de een is het wat gestager dan de ander. En sommigen is het ook radicaal. Maar uiteindelijk dan ontvang je die Heilige Geest ook. Hè? En dan is jouw denken wordt in één keer helemaal omgeturnd. En dat is ook inderdaad ook een bruggetje ook naar straks ook dat wederomgeboorte. Dus iedereen die kan daar wel wat over vertellen. En de aanhef ook, ik heb het niet meegenomen in de opgave, maar Petrus, een apostel van Jezus Christus, aan de vreemdelingen die in de verstrooiing zijn, nou, et cetera, heel veel steden. Het gaat natuurlijk over de Joden, de diaspora, de verstrooiing betekent dat. Maar dat is ook de toorn van God, ook de vervloeking van God, van ik zal de aarde ook vervloeken. En uiteindelijk zijn oogappel, moet je niet aankomen, dan kom je aan Israël, dan kom je aan onze vader, hebben we gezongen, hè? Die in de hemel is. Dat is kostbaar, dat is precious, dat is goed bewaard. En inderdaad, er zijn ook heel veel berichtgevingen over Israël. Ik ga ook echt niet zeggen dat dat allemaal wat hun doen, dat het allemaal goed is. Zeker niet hoor, maar uiteindelijk is het wel zijn oogappel. Hij heeft ze uitverkoren. En het mooie is, wij zijn dan weer uit die edele olijfboom, zijn wij ook weer geënt. Dus het is niet zo van dat het alleen maar over Israël gaat. Zeker niet. Gewoon al zo lief. Johannes 3, vers 16. Heeft God de wereld dat hij inderdaad ook die zaligmaker ook heeft gebracht aan een wereld in nood. En die Joden waren daardoor, zeg maar, een straf. Dus ook allemaal verstrooid. En zo zijn wij hier nu ook zitten, staan en luisteraar. We hebben allemaal onze eigen plek, ook in de samenleving. He, ook in de maatschappij. We zijn allemaal versplinterd ook in de samenleving. De een die werkt daar, de ander werkt daar. Je hebt hobby's, vrije tijd. Je hebt een woning gekocht, je hebt een woning gehuurd. Je bent op een plek gezet. Maar allemaal wel verstrooid. We zijn niet allemaal buren van elkaar. We zijn allemaal wel, daar is het woord weer, geliefden in Christus van elkaar. Dat is ook heel bijzonder. Maar door die verstrooiing mogen wij mensen vertellen die naast ons wonen, onze buren dus, familieleden, et cetera, et cetera. Want er wordt ook vaak gebeden, en het is hartstikke mooi, het zout de aarde. Maar wat staat er ook bij in dat stukje? Als dat zijn kracht verliest, waar is het dan nog? He, waar is het dan nog als je een zoutloos brood hebt? He, nou, dat is op de markt, dat kan. Maar uiteindelijk dan is dat waardeloos, dat wordt dan ook weer weggegooid. Dus hoe te meer, zo'n belangrijke functie, taak hebben wij toch allemaal in dit wereld gebeuren die niks, want zo is het ook, hè, die ook niks, weinig, nou, nul wil ik niet zeggen, want het is verre van dat, is heel negatief, Harold, maar weinig van Jezus Christus willen horen. Praat je met mensen, gooi je even een geestelijk balletje even op, zeg maar, dan komt direct weer die donkerheid van, ja, maar ik heb mijn mening, dat is jouw mening, maar, en ik denk er zo over. Ga dan ook niet in discussie. Want uiteindelijk, als je wat jaren daarin, dan maak je wel eens dingen mee. Maar altijd wat Jezus ook deed, hè. Er staat geschreven, er staat geschreven. En nou, daar ben ik nu al blijkbaar. Maar als je dan ook vol bent ook van de dingen van hem, dan wil je ook alleen maar ook over Jezus spreken. En dan kun je wel denken, maar ik heb dit, ik heb dat. Ja, dat is ook zo allemaal. Allemaal die agenda. Maar dan ben je toch ook vol van de dingen van hem. Dat is gewoon, als je iemand ziet op een hoge berg,
En die heeft een, ik noem maar wat, een, die staat daar en die is levensmoe. En die wil daar verder. Maar dan roep jij hem toch, dan schreeuw je toch van, ho, 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 ho. Maar ik heb de blijde boodschap. Jezus Christus, de levende hoop. Dan schreeuw je toch naar diegene en dan ren je toch ook naar diegene. Want dan doe je dat ook met innerlijke ontferming. Ben je bewogen dan, ook met je naaste. En dat is ook allemaal niet een bijtaak ook, maar de hoofdzaak, dat is Jezus Christus. En daar mogen wij ook allemaal in volgen. En dat is soms moeilijk, het is ook karakter soms, dat je er wil achter schuilen. Maar als je die zaligmaker open en bloot, deels ook nog bedekt, ook die middelaar, ook een mooi beeld tussen de hemel en de aarde, dat hij daar ook hing, dat je denkt van wat hij dan allemaal heeft gedaan. En die lijdenswegen, daar bevinden we ons nu ook in. Dan denk je van, dan wil je alleen maar voller ook van hem zijn. En dan is het ook zo, zijn we ook nog vol van hem. Is dat vanochtend ook nog zo? Harro, luisteraar, gemeente. Dit is ook een stukje zelfonderzoek. Dat is ook heel erg bekennen van, ook in gebed gaan van, Heer, laat mij voller van u worden. Ook voller van Jezus Christus. Voller van God de Vader. Vol van de Heilige Geest. En dat betekent niet dat je achterover hoeft te vallen. Wat je helaas ook wel eens ziet in bepaalde films, ook op internet. Omdat dat maar gewoon vol van de Heilige Geest. Dat is willen lijden ook om Christus wil. Want als je vertelt over Jezus, dan weet je, dan krijg je daar last van. Dan word je beschimpt, dan word je aangetast, dan word je vervolgd. Maar ben je muisstil, nou een oud voorganger hier jaren geleden heb ik van onthouden. Ja, dan is het rustig. Dan kan de duivel mooi op het dak zitten. Dan is er verder ook niks aan de hand. Maar als je toch gaat voor zijn zaak, die levende hoop die in ons leeft, dan wil je niet meer anders. Dan wil je niet meer anders dan vertellen over de Heer Jezus. En dan, Timotheus zegt dat ook zo mooi, ook een bekend stuk. En de ene keer dan doe je dat gelegen, dan komt het uit. Dan zijn de gesprekken daarna. En de andere keer dan kun je meegaan met koetjes en kalfjes en et cetera, et cetera. Maar diegene waar je mee praat, die kan de andere dag ook zo wat krijgen. En dan heb je over die koetjes en kalfjes gesproken. Maar Jezus Christus heb je niks over verteld. Niet dat je er een sport van moet maken. Want het is geloof, hoop, geloof en vooral ook laatst ook die liefde. Ga je daar zo staan van, ik heb gelijk. Hij heeft sowieso gelijk. Hoe dan ook. Hij heeft gelijk in alles wat hij zegt. Hij is onnaspeurlijk, hij is ondoorgrondelijk, hij is alwetend, hij is boven ons verstand, hij is machtig, hij heeft alle haren van onze hoofd afgeteld. En in zijn voorzienigheid heeft hij zijn zoon ook gezonden. En dan inderdaad, wat Petrus ook heeft geschreven, want hij is de schrijver van deze brief, hè, dan is dat eigenlijk een hele lange zin is dit. Geloof zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. En Petrus draait het om, daar zal ik nog wat over zeggen. Die ons naar zijn grote barmhartigheid door de opstanding van Jezus Christus uit de doden heeft doen wedergeboren. Grote barmhartigheid. Als je barmhartigheid vanuit Grieks vertaalt, Elios is dat. En als je dat doortrekt, ook in de vertaling, dat is heel mooi hoor. Dat is gewoon medelijden. God had medelijden met ons allemaal. Met ons allemaal. Dat stukje van Noach is al bekend. Dat kennen we allemaal wel. Noach vond genade in ogen, wij dus ook. Amen. Gode ze dank de Heer. Maar dat medelijden, dat zo ook mooi vertaald is. En dat doet me ook denken aan de barmhartige Samaritaan. Dat verhaal ga ik helemaal niet opnoemen. Maar dat is ook zo'n praktisch voorbeeld, wat ik eigenlijk net ook zei. Dat is ook weer zo'n Bijbels voorbeeld. Dat iemand die ligt dood op de grond. Dus mensen zonder God. Die hebben verder geen hoop, hè. Die zijn aangetast in de zonde, wij ook. Gode ze dank, halleluja, Jezus Christus. Maar dan komen we allemaal mensen tegen, zonder God. Maar die liggen daar. Dodelijk gewond, hè. Dodelijk gewond. Maar dan is er toch één. Misschien u, misschien ik, misschien u, jij, wie dan ook. Die er naartoe gaat en zegt van, deze reddingsboei, die is voor jou. Ik heb Jezus Christus ontmoet. Ik heb dat gehoord, dat het geloof uit het horen ook is. En dat je hem dan helemaal verbindt en hem ook
optilt als het ware en zegt van, zei die later die man ook van, wat het ook kost, als het maar goed ook met hem gaat. Ik zeg het even heel informeel. Het kan allemaal heel zakelijk zijn, dat is allemaal hartstikke leuk en aardig. Maar uiteindelijk, hij is verwond. Ik lap hem op. Hè? En dat is dan ook bijbelstudie, dat is gebed, dat is ook vasten voor elkaar. En dat we, als we ergens ook naartoe gaan, dat het niet een gewone zaak wordt van, oh, ik ga hier ergens even naartoe. Of dit gaat allemaal vanzelf. Maar dat we ook, ja, ik zou bijna zeggen, vuur ook in gebed gaan. Heer, wilt u mij leiden op uw heilige weg? Als we het woord ook open doen. Hè? Als ik vaak ook in de voorbereiding, dan vraag je daarom zijn wijsheid en hulp. Want zelf zijn we zo ontzettend zwak. Tenminste, als ik naar mezelf kijk, hè, dan is dat het bekende stofje. Maar Heer, leid mij uw weg. Geef richting. Zeg maar de ware tom-tom. Voer dan dat adres in waar we heen gaan. En dan geeft hij inderdaad ook leiding door zijn Heilige Geest. Want hebben we die Heilige Geest niet. Dus je komt, je beleidt je zonde. Je gelooft in het ware evangelie. Want er is één ware, dus Jezus Christus. Dan laat je je dopen. En dan inderdaad ontvang je de Heilige Geest. En dan is dat ook dus die richting aanwijzen elke keer van, maar je moet daar naartoe. Kijk hier niet naar. Kijk daar wel naar, want het is zaliger ook voor je ziel. Dus laten we dat ook elke keer weer doen, dat we geen gewoonte van maken. Maar want hij zegt ook verderop ook in de brief, wees heilig, want ik ben heilig. Want God wordt vaak ook wel van een grote vriend. En dit moet maar kunnen en ik bid hiervoor. En hij moet alles maar doen. Maar het draait dus om. Broeder B. heeft ook wel een aantal maanden terug gezegd. Hè, wat kom je als je naar de gemeente? Wat breng je dan ook mee? Geldt ook voor mezelf. Ik heb ook een hele grote spiegel de hele tijd hier voor me. Overdrachtelijk gezien natuurlijk. Hè, wat wil je dan ook laten zien? Wat wil je aan zijn heilige voeten? Wat geef je dan ook? En dan denk ik van, wat daar hij heeft gedaan, dan kan je alleen maar voller ook van hem zijn. Die barmhartigheid, dus, dat is dus medelijden. Als je een ander ziet, bijvoorbeeld ook in de Lidl, in de Jumbo. En dan hoor je wel eens gesprekken. Dan denk je van, jongen. En dan sta je daar toevallig naast dat je even wat uit het rekje moet pakken. En dan denk je van, wat vult je hart? Niet omdat we beter zijn met anderen. Wat vult je hart? En laat ons hart toch alleen maar afgestemd zijn op onze zaligmaking. Want het is zo weg, het leven. Het leven is als een damp, het komt weer op. Als je omkijkt, het is zo weer weg. Is dat zwaar? Nee, dat is realisme. Ik hoor ook heel veel verhalen, misschien is dat net zo'n periode. Dan hoor je verhalen van, ja, ik hoor ook een vriend van mij, die zie ik bijzonder weinig, maar we hebben een contract via de app. Ja, baarmoederhalskanker. Helemaal uitgezaaid, niks meer aan te doen. Ja, en dan, dat is triest, want je kent die vrouw wel. Maar dan hoor je ook van hoe ze dat allemaal beleeft. Dan denk je van, laat je hart toch vullen met Jezus Christus. En ook alle gezindes, alle gemeentes. Hè, wij allemaal, laat ons vullen ook met de Heilige Geest. En bekeer je ook van heel veel gewoontes die gewoon zijn, maar die ongewoon en onheilig ook zijn. En laten we alleen maar heilige dingen doen. Wat ook voor hem ook wel riekend is. Wat voor hem ook wel behaarlijk is. Want hij wil dat toch. Dus geloof, geen half werk. Nee, maar een vol zijn van Jezus Christus. En vooral dat in liefde, in mededogen, in medelijden ook doorgeven. En dat is trouwens ook dat stukje, dat wil ik nog wel in meegeven. Dat krijg ik zo in mij. En dat vond ik ook zo'n mooi stukje, hè, bij die barmhartige Samaritaan. Want hij was met innerlijke ontferming bewogen. Dus innerlijke ontferming, dan is je hart helemaal opgeborreld van liefde. Dan kijk je naar je naaste, zondaar hier, zondaar daar. En dan zie je ze aan en denk je, wat een gemis dat je je heiland niet aanvaardt. Is het misschien ook onwetendheid, maar laat ook voor de dag die voor ons ligt, beste broeders en zusters, luisteraar, ook voor mezelf, dat we mensen ook tegenkomen, niet dat we er een sport van maken nogmaals, maar dat we bidden in de Heilige Geest, dat we mensen mogen vertellen van Jezus Christus. En wil het niet, dan doen we maar zo. En dan gaat het stof er wel weer vanaf. En dan worden we naar een andere deurpost worden we gebracht. En die deurpost, dat is misschien nu nog niet bedekt. Hè, dat is misschien nu nog gewoon een uniekleur, om het zo maar te zeggen. Maar wat zou toch mooi zijn? Dat je hier later omdraait. En dat je door die straat loopt. En dat je wel in één keer die deurpost, die is veranderd.
kleurrood. Ik heb zijn offer aanvaard. Dat zou toch fantastisch zijn, hè? Dat zou toch fantastisch zijn of dat je jaren geleden mensen spreekt van... hè, Arjan, Jacob, Eppie, wie dan ook, Jeroen, noem allemaal maar op. Ik heb toen met jou gesproken en ik zag de liefde van Jezus Christus in jouw ogen. Door je houding, door je handel en wandel. En wat ben ik blij dat ik jou ben tegengekomen. Ik heb dat zelf nog wel. Ik ben godzijdank dankbaar dat ik toen die man tegenkwam. Anders was het nul geweest. En hij gaat nog verder met een prachtige opsomming en een levende hoop. En daar kun je alleen maar blij van worden. Wedergeboren worden, daar is hij, tot een levende hoop. Dus het evangelie is niet een vage hoop, grijze hoop, levende hoop. Mooi, hè? Het woord zegt trouwens ook, als je hoop, misschien gaat u vanmiddag ook op visite, dat weet ik allemaal niet. Vaak is daar ook een zondagmiddag voor. En dan hoop je altijd maar, wordt het gezellig. En misschien zitten er een paar bij dat denkt van, qua naam, je hebt geërfd van die en die komt ook van, moi. Gewoon gaan, gewoon doen. Iedereen heeft liefde nodig, ook al is dat jouw karakter allemaal niet. Maar dan weet je niet van hoe het is. Dan hoop je altijd maar van, het wordt gezellig. Maar het bijzondere is met de evangelie, hoop die niet gezien wordt, is geen hoop. Want als je het ziet, is het geen hoop meer. Maar als je het voor had, is het wel hoop. En zo hebben wij die levende hoop in Jezus Christus. We zullen onze basis straks, als we daar zo zijn, hè, bij de zaligheid der zielen. Dat we inderdaad, hij met die ogen als een vuurvlam. Man, dan word je er blij van. Dan ben je toch helemaal verkwikt. Dan heb je toch een levende hoop in ons. En dat is toch ook fantastisch. En hij stond ook op dat dit niet zomaar iets is. Tot een onvergankelijke, dat is één. Onbevlekte, dat is twee. En onverwelkelijke erfenis die in de hemel weggelegd is. Moet je nagaan. Onvergankelijk. De wereld is onvergankelijk. Dus, maar dit is niet het geval, hè. Het gaat maar door. Het is niet tijdsgebonden, zoals nu. Hè? Er hangt een klok. Je bent met een tijd bezig. Het gaat door. En ook onbevlekt. Omdat dat, als je een groot laken hebt en je doet een klein beetje inkt erop, dat is die zonde. Dat is niet zo. Het is hartstikke wit, hartstikke helder, hartstikke rein. Dankzij hem. Dankzij de zaligmaker. En het geloof in de zaligmaker. En ook een mooie. Onverwelkelijke erfenis die waar? Ja, in de hemel is weggelegd. He, verwelking, nou, ik vind het zelf wel mooi als je die lente weer op ziet komen. He, die bollen zijn allemaal geplant natuurlijk. En de vaste planten, nou, daar komt allemaal wel weer mooi op. En dan zie je dat ook allemaal weer mooi in bloem. Maar je hebt bijvoorbeeld, ik noem maar eentje hoor, clematis, misschien bent u daar een beetje in thuis. He, dat is dan die klimplant. Ik weet niet hoeveel van, ik heb ze zelf trouwens ook wel achter thuis. Maar bepaalde, die zijn daar gevoelig voor. Wel, waarvoor? Nou, de verwelkingsziekte. Dat ontstaat dan door een schimmel. Ik zal geen technisch verhaal doen. Maar uiteindelijk is dat door een schimmel. En dat is zo'n prachtige bloem, hè. Echt fantastisch gewoon. En ik heb dat jaren terug, had ik ook achter thuis. En ik dacht, wat is dat met dat blad aan de hand? Heel dor, bruin, broos. En je hoeft er maar een tikje aan te geven. En dat blad, dat valt af. Want er is blijkbaar iets, ook in de watertoevoer in dat plantje, er is iets misgegaan. He, dat is dan verwelkingsziekte. En dat ziet er dan ook niet meer uit. Dus dat moet je dan ook de snoeisraar bijpakken. En dan ook in de hoop dat het ook beter wordt. En die erfenis, dat is totaal niet aan de hand. Hè? Want het is puur, dat is fijn, dat is gaaf. Dat hoeft geen snoeisraar bij aan te pas te komen. God doet dat wel met ons. God is constant aan het snoeien. Moet je ook willen ondergaan. He, de ene keer een zijdzakje, de andere keer een redelijke... behoorlijke dikke zak. Maar uiteindelijk, hij is ook met ons bezig. Dat is ook met dat goud en dat stukje wat hier ook in staat. Elke keer weer met één doel. Wat wil je van mij? Wat doe je van mij? Ben je bereid? En hoe vol ben je van mij? Zo kun je dat ook eigenlijk ook zeggen. En dan zal er straks ook wat geopenbaard worden. En dan zegt het woord ook, dan legt ook iedereen af wat hij of zij in zijn of haar leven ook heeft gedaan. En dat is niet een heel spannend verhaal, maar dat onderga je. En dan, ik heb dat zelf ook wel eens, en wij allemaal natuurlijk, dat je op een gegeven moment in een periode zit, denk je van, lastig, moeilijk.
En dan, maar dat het dwingt je en het neigt je om op de knieën te gaan. En de Heere aan te roepen in al je pijn en verdriet. Net zoals die laatste, die man die is ook al 40, waar ik de inleiding mee over begon. Die het hartstikke moeilijk had. Die een groot vraagteken over zijn geloofsleven heeft. Ondanks dat hij elke week wel gaat naar de samenkomsten. Maar die is beproefd. Die wordt getest. Dat geldt voor ons allemaal. Laat dat maar toe. Laat dat maar toe. Maar weet wel dat het een rijpe godsvrucht heeft. Dat je dat straks, we hebben gezongen ook over oogst, dat kunnen we aan de voeten leggen. En voor het vlees is dat verder, dat is ook hartstikke moeilijk, want dat staat hier verder ook. Tot zaligheid, welke gereed ligt om geopenbaard te worden in de laatste tijd. Even terug trouwens, in de laatste tijd. Dat is die eindtijd waar wij in leven. Tot de laatste tijd geopenbaard. En als ik dit stukje, ik las dat in de voorbereiding, denk ik, oh wat mooi. En dat is ook niet zomaar een verhaal en ook niet een spanningsveld. Maar het is elke keer van, het wordt onthuld, het wordt onthuld. Het wordt uiteindelijk in een moment dat we het niet kunnen beseffen en bevatten, wordt het geopenbaard. En het ligt nu, ligt het al klaar, die erfenis. Want een erfenis is trouwens pas geldig als inderdaad degene is gestorven. Maar wat is het geestelijk toch heel anders, hè? Hij die uit de dood is opgestaan. Dus dat is weer heel wat anders dan een wereldse en een aardse erfenis. He, dan, misschien ben je dan wel bezig van, je denkt van, nou, we verdelen dit, we doen dat of dat. Maar dit is een erfenis tot in alle eeuwigheid. Dat ligt al bewaard, moet nagaan, gereed al. Voor ons allemaal, ik kan er met mijn verstand niet bij, maar ik, daar komt hij, ik geloof het zo. Verheugt u daarin, komma, ook al wordt gij thans, indien het moet zijn, voor, nou, dit is bemoedigend, voor korte tijd door allerlei verzoekingen bedroefd. Opdat de echtheid van uw geloof kostbaarder dan vergankelijk goud, dat door vuur beproefd wordt. En daar gaat het om, tot lof en heerlijkheid en eer blijken te zijn bij de openbaring van Jezus Christus. Ook al wordt gij thans, indien het moet zijn, hè? Dus God die laat dat toe. Job, dat verhaal kennen we. Satan, God, leen mij Job even. Ik zeg het even zo. Laat hem even toe, maar zijn ziel niet. En dat maken we allemaal mee. We kunnen hier één voor één vanavond of vanochtend op podium komen en zeggen van, maar ik heb hier last. Dat je dat ook niet beleidt tegen broeders en zusters, hè? Ik zou een advies geven, doe dat juist wel. Want de wereld die is niet geïnteresseerd. In wie dan ook, is veel desinteresse. Is inderdaad ook, wat het woord ook zegt, de liefde zal verkillen. Zie je om je heen. Maar laten we wij wel allemaal oprecht interesse. Als je iemand wat bedroefd ziet rondlopen, arm eromheen. Dat is liefde, hè? Belangstelling, dat is liefde. Een appje, dat is liefde. Bel diegene eens op, dat is liefde. Organiseer een afspraak, hè, van hoe gaat het met elkaar. Dat is oprechte liefde. Want zo kan maar ten tafel komen wat een broeder of zuster meemaakt. En het is ook echt vaak zo, hè, waar de laatste ook die man aan wok, om het zo maar even te zeggen, dan spreek je één op één ook zo wat vaker dan gemiddeld. Nou, dan hoor je dit. En dan hoor je dat niet allemaal, maar je hoeft er maar één. Je hoeft er maar één bij te zitten die liefde nodig heeft. Die liefde van Jezus Christus die wij allemaal ook bezitten dus. Laten we vooral in een wereld van desinteresse, laten we vooral ook oprecht interesse. En ook met die beproefdheid, broeders en zusters, we maken dat allemaal mee en ik weet het ook allemaal niet van hoe dat zit en waarom. En soms voor je gevoel duurt het ook allemaal lang. Maar het is ook soms ook zo, ja, dat je God ook kunt vragen en bidden. Heer, wat ik nu meemaak, ik kan dat van mezelf niet. Maar Heer, wilt u mijn gedachten die bevuild worden misschien en vervuld worden van negatief denken. De zorgen. Heer, ik heb ervoor gebeden, elke keer weer. Maar wilt u dat van mij overnemen? Wilt u dan, zoals het woord ook zegt, dat ik stil ben en dat hij ook voor ons zal strijden? Want je komt op een gegeven moment in een periode dat je denkt van, ik weet het niet meer, ik kan het niet meer, maar hij kan het wel.
En gij verheugt u met onuitsprekelijke en verheerlijke vreugde, daar gij het einddoel des geloofs bereikt. Dat is de zaligheid der zielen. Nou, we weten allemaal wel, misschien heeft u nog eens gehoord van een reclametje van, nou, in het verleden behaalde resultaten geen garantie voor de toekomst. Dus één resultaat wat garantie heeft voor de toekomst. Dat is echt zo. En dat is Jezus Christus. Dus één historisch hoogtepunt. De wereld wil van ons allemaal denken van, dit is een hoogtepunt, dat is een hoogtepunt. WK-finale, EK 1988 gewonnen. Ik vind dat spelletje ook hartstikke mooi hoor. Maar er is één ware hoogtepunt. En dat is Jezus Christus in het vlees gekomen. En is opgestaan uit de dood. 1 Korinthe 15, de broeders en zusters uit Korinthe, die hadden op een gegeven moment ook een groot vraagteken. Die liepen rond van, ja, maar ik geloof, ja, maar hoe kan dan iemand opstaan ook uit de dood? En er waren ook heel veel die dat niet geloofden. Nou, als die opstanding uit de dood niet heeft plaatsgevonden, dan is dit allemaal doelloos. Dan is ons hele leven is doelloos. Want dan is er geen einddoel meer, dan is er geen zegen meer, dan is er geen heerlijkheid meer met hem. En dat hadden de broeders en zusters heel veel van Korinthe. Groot vraagteken van, maar zou het ook allemaal zijn? En hoe zit het ook allemaal? En dan inderdaad, Paulus die gaat er helemaal overheen. Die zegt van, ho, die rangorde, Jezus Christus. En wij gaan straks met hem mee in de opstanding des eeuwige leven. Dus versterk elkaar ook in die woorden in. En vreugde, het zou ook een Filippenzenbrief ook kunnen zijn. Dat staat hier ook. En gij verheugt u met onuitsprekelijke en verheerlijke vreugde. Dat betekent niet dat je gemaakte vreugde hebt. Van, dat je in één keer een leuke lach op moet zeggen. Een soort parodie van, nou, zie mij eens leuk vrolijk zijn. Hè, bla, bla, bla. Zeker niet oprechte vreugde. Spreuken kan zien, ook aan je ogen. Ja, de Bijbel is zo intens en zo geweldig. Dat je kunt zien van, ho, ho, ho. Maar ik kan zien wat jij beleeft. En nogmaals, dat moet geen parodie zijn. Maar als je voller van hem ook bent, dan zie je ook alleen maar de dingen die boven zijn. Oh ja, Stefanus ook. Was dat ook, ik zeg een mooi voorbeeld, maar begrijp me niet goed. Waar hij naartoe ging, was verreweg het beste. Stefanus ook werd gestenigd. Hier een steen, daar een steen. Dat zal aangekomen zijn. En uiteindelijk, wat stond erbij? Vol van de Heilige Geest. Hij was vol van de Heilige Geest. En dan ging inderdaad die hemel open. Die onthulling, die openbaring. En dan zag hij Jezus Christus, zag hij daar zitten. De rechterhand God. Dat is toch geweldig, hè? Als je praat over pijniging en steniging, Stefanus heeft het gehad. Maar hij was vol van de Heilige Geest. En laten wij, beste broeders en zusters, Harro, luisteraar, vol zijn van de dingen van hem. En Petrus heeft het ook omgedraaid, hè? Het viel mij op, hoor, in de voorbereiding. Een hele opsomming. Prijs de Heer, geloof zij de Vader. De drie eenheid wordt hij nog net niet genoemd. En uiteindelijk draaide hij het om. Maar thans, als je dan verzoek wordt. Thans, dus als je dan problemen hebt. Nee, gelooft zijn God de Vader. En wij ook met hem. Dus draai daar dan ook om in je leven. Wees ook verheugd, verheugd. Er is ook zo'n lied van volgens mij. Wees verheugd in de Heer. En ga niet gebukt door het leven. Maar ga zo door het leven. En uiteindelijk door de beschimping en de beproeving gaat die hemel open. Openbaring, onthulling. En wat we dan ook meemaken, prijs de Heer. Totdat hij komt. Amen. Als de band erbij wil komen, zingen we nog enkele liederen. Opwekking 557. Laat uw glorie zien aan heel de wereld om ons heen. Als we samen u aanbidden, dan maakt u ons één. Laat uw glorie zien. Laat alle blijdschap die u brengt een getuigenis. Nou, hier. Van hoop zijn voor wie u niet kent. Amen.
uw glorie zien aan heel de wereld om ons heen. Als we samen u aanbidden, dan maakt u ons één. Laat uw glorie zien, laat alle blijdschap die u brengt een getuigenis van hoop zijn voor wie u niet kent. Samen u aanbidden en voor eerbied voor u staan. Dat uw geest weer in ons midden, raak ons allen aan. Als we Jezus' naam beleiden, als de enige die redt. Toon uw majesteit en glorie, dat is ons gebed. Uw glorie zien, dat heel de wereld horen mag. Denk van Jezus en het kruis waar Hij ons redding bracht. Laat uw glorie zien, aan wie gebroken is en moe, dat zij horen hoe uw liefde volle namen roept. Als wij samen u aanbidden, eerbied voor u staan, dat uw geest niet in ons midden, raak ons allen aan. Als wij Jezus' naam beleiden, als de enige die redt, toon uw majesteit en glorie, dat is ons gebed. Laat uw glorie zien, aan heel de wereld om ons heen. Als wij samen u aanbidden, dan maakt u ons één. Laat uw glorie zien, laat alle blijdschap die u brengt een getuigenis van hoop zijn voor wie u niet kent. Als wij samen u aanbidden en voor eerbied voor u staan, dat uw geest neer in ons midden, raak ons aan. Mag u staan, dan gaan we de Heer bedanken. En als u een dankgebed in uw hart hebt, dan is de vrijheid van gebed.
In de naam van uw enige geboren zoon komen we altijd tot u in het gebed, omdat u verhoort en hoort. Alle dingen weet, u ondoorgrondelijk bent. U bent de enige waarachtige God en buiten u is er geen God. Ik wil u bedanken voor de genade betoond aan het kruis. Voor iedereen. En ik bid aan de vele mensen in het ware offer mogen geloven. Heere God, dat de mensen radicaal mogen veranderd worden in onze families, buren, kennissen, vrienden, collega's. Wie dan ook die we tegenkomen, Heere God. Dat we een fijne geur van Jezus Christus mogen verspreiden. In een wereld die, ja, die in duisternis gehuld is, Vader. Heer, wilt ons zo ook leiden om uw wil te doen. Gebruik aan ieder van ons op uw heilige, hoogverheven manier. Heer, en leid ons en bescherm ons ook. De dag die voor ons ligt en ook de week die aanstaande is. Dankbaar ook voor heel veel zegeningen. Want geprezen, daar bent u, de Alfa en Omega. En we weten wat bewaard is, dat is kostbaar in uw ogen, Heere God. En wat is Jezus toch kostbaar? En wat zijn wij kostbaar in uw ogen? En ik ben u daar dankbaar voor. Dat we elkaar straks samen op mogen zien in die heerlijke eeuwigheid. Heer, help ons ook om staande te blijven in deze o zo woelige, warrige wereld. Dat we mogen belijden dat Jezus Heer is. Zegen de gezinnen ook allemaal, Heere God. Zegen ons allemaal, want we zijn u zo nodig. Bidden voor Dini, wilt u haar ook helpen? U weet, ze is oud. En dat is ook moeilijk, Heere God. Maar wilt u haar zegenen op de plek ook waar ze is? Wil ik bij Sunny zijn, wilt u haar ook heel veel kracht geven in de tijd die ze, ja, tegemoet ook zo gaat. En wilt u haar ook zegenen. En ook alle anderen, ook de luisteraars, die misschien moeilijk vinden om te komen. Heer, wilt u hen ook zegenen op de plek ook waar ze zijn. Ook de kinderen op school, dat ze de juiste keuzes mogen maken. En wilt u ons helpen, ook als ouders zijn, om het goede te doen naar uw heilige wil. Ook uw volk Israël bid ik de zegen toe. Maar vooral het geloof in Jezus, Heer. Wat bent u toch een goede God dat u naar de wereld omkijkt. Wat bent u toch een goede God dat wij ieder individu belangrijk zijn in uw ogen. Uw oog is op ons en ik wil u daarvoor bedanken. Dankbaar ook voor dit samen zijn dat u in ieder ook allemaal weer hebt geholpen om een eredienst te organiseren. U bent een goede God en we weten dat het beste nog komt. En dat is bij u. Lieve Vader in de hemel, geprezen zij uw heilige naam. Die is, die was en die komt. Zegen mijn broeder, zegen mijn zuster. Zegen de kinderen, zegen ons tezamen. Want u bent een goede vader. En al goede vader, we zijn u nodig in alles. Maar we weten, op een dag zijn we met u. Op de wolken des hemels. Want dan is het Maranatha. Jezus, hij komt met macht en majesteit. Amen. Tot slot zingen we 488. Heer, ik kom tot u uit mijn hoofd. En is koffie, thee, limonade achter. Dan wens ik u God zegen toe. Samen met broeder B staan we bij de deur als u niet kan. En ik zou zeggen dat u er goed mag gaan vandaag. En ook die week die voor ons ligt. Dat we vol zijn van de dingen van hem. 488. Liefde stroomt.
Zweef ik op de wind, gedragen door uw geest en de kracht van